We zijn hier vandaag bij de Veteranendag. Waarom wordt de Veteranendag eigenlijk gehouden? Nou, dat is eigenlijk ter eer van degenen die uitgezonden zijn. De manschappen, militairen die naar het buitenland uitgezonden zijn. En die worden vandaag in het zonnetje gezet. En er wordt natuurlijk de laatste tijd veel gesproken over ons leger. Vindt u eigenlijk dat er genoeg belangstelling of interesse is voor de veteraan en voor het leger in het algemeen? Ja, dat wordt steeds meer. En dat heeft natuurlijk ook te maken met allerlei conflicten die er zijn in de wereld. En dan zie je toch dat de mensen zich wat onveilig gaan voelen en dan beseffen dat er een leger nodig is om ons te verdedigen. Vindt u het belangrijk dat er een Veteranendag is? Ja, tweeërlei. Dat is belangrijk voor het publiek natuurlijk. Om te laten zien van, hey, wat doen die jongens en meiden allemaal in het buitenland van Defensie. Maar daarnaast is het ook belangrijk om de veteraan de waardering te geven die een veteraan verdient. Want die heeft tenslotte heel veel moeilijkheden doorstaan. Hè. Heeft nare situaties meegemaakt. En die kunnen hier ook voor het voetlicht gebracht worden. Vindt u eigenlijk dat er wel genoeg belangstelling of waardering inderdaad is voor die veteraan? Nou, de waardering voor de veteranen hier in Almelo, kan ik alleen maar over spreken, is enorm. Landelijk gezien denk ik dat er ook voldoende aandacht is voor veteranen. Het kan natuurlijk altijd beter. Er zijn altijd mensen die tussen het wal en het schip vallen. Maar in vergelijk met het verleden, waar mensen uit verre landen terugkwamen en zeiden van joh, je bent teruggekomen en gaan we lekker aan het werk. Dat is verleden tijd en dat is nu achterhaald en dat die opvang gebeurt nu veel beter. Oké, en weet u eigenlijk of er tot nu toe voldoende aanmeldingen zijn voor Defensie? Ik heb geen enkel idee over hoe het loopt bij Defensie. Kijk, vroeger was het natuurlijk zo, mensen werden gezegd van, goh, wat voor beroep moet je gaan doen? Ik ga bij Defensie werken, want dan ben ik zeker van mijn toekomst. Ja. Dat is een tijd natuurlijk twijfelachtig geweest, hè, want Defensie was aan het krimpen. We zagen het gevaar niet meer zo. Maar ik denk dat nu mensen heel hard nodig zijn. En ik denk dat je bij Defensie heel veel kunt leren. Er is nu een dienstjaar en dan kunnen jongeren een jaar op proef eigenlijk het leger in. En daar is heel veel belangstelling voor. En wat je ziet is dat er ook heel veel jongeren blijven hangen. Dus blijkbaar is het leger zeer aantrekkelijk. Bovendien zijn de salarissen pas flink verhoogd. En dat is natuurlijk ook interessant voor heel veel jongeren. Dus het is ook nog eens een keer een goede baan, financieel. Hoeveel veteranen zijn er eigenlijk in Almelo? Nou, we hoorden vanmiddag dat er 375 veteranen in Almelo zijn. En dat is toch een behoorlijk aantal. Dus het is ook belangrijk dat daar aandacht aan wordt besteed. Er is enorm veel belangstelling en het doet ook goed. We zijn natuurlijk vanmorgen begonnen, want het is natuurlijk niet allemaal vreugde. We zijn vanmorgen begonnen op de begraafplaats om een veteraan die omgekomen is tijdens de Sini-missie, Jacco Westerdorp, te eren. De burgemeester heeft daar een krans gelegd. En nu gaan we vanmiddag met elkaar aan het Almeloze publiek laten zien wat wij in ons mars hebben.